Wesley, vandaag een overwinning. Terwijl je kan denken, vorige week 7 keer scoren, dat ging vandaag een stuk moeilijker, hè? Ja, zeker. Vooral na zo'n derby. Weet je dat de wedstrijd daarna eigenlijk het moeilijkste is? Voor een derby hoef je in principe niet op te laden. Want dat zijn wedstrijden op zich. Dan weet je dat de eerste wedstrijd daarna, wat ik zeg, moeilijk is. Maar ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we de 3 punten over de streep hebben getrokken. En ja, dat vandaag misschien met iets minder voetbal was dan verleden week. Dat moeten we dan maar voor lief nemen. Voetbal betreft, de supporters hebben echt wel genoten, hoor. Nou oké, dat is een positief punt dan. Ik vond ons zeker het eerste half uur vond ik ons heel sterk. We creëerden kans op kans, alleen we belonen onszelf niet. Door middel van die vrije trap doen we dat op een gegeven moment wel dan. Maar daarvoor hebben we zeker ook wel een paar 100% kansen gehad, denk ik. Dan zeg jij scoort uit die vrije trap. De tweede keer trouwens, een paar weken geleden scoorde je ook vanuit de vrije trap tegen Harkemase Boys. Nu een veel mooier goal natuurlijk, want je komt op voorsprong. Een aantal minuten daarvoor was er ook een vrije trap en die werd Jeffrey Jongen nederig genomen. Hoe is die verdeling dan? Nou ja, als de bal iets meer voor een linksboot legt, dan is Jeff gewoon de eerste persoon daar. Ligt hij iets meer voor een rechtsbenige speler, dan ben ik dat of Donnie. Wij maken vaak daar een keuze in voor wie die het lekkerst ligt en wie het lekkerst in de wedstrijd zit. Ik eiste hem op en ik had het gevoel dat ik hem erin kon schieten. En dat gebeurde gelukkig ook. Ja, zo kan jij een beetje werken aan jouw scorend vermogen. Want jij hebt gezegd toen jij hier kwam, ik score al aardig. Ja, dat wordt nu gaat nu een beetje vorm aannemen, hè? 2 keer scoren nu. Jawel. Maar je moet ook wel bedenken, ik sta in een iets andere positie. Ik ben iets verdediger gaan staan nu. We staan meer met 2 controleurs naast elkaar. Bij Scheveningen speelde ik veel vanuit diepgang in het middenveld. Nu moet ik daarin mijn momenten kiezen. Maar als ik door middel van een vrije trap of een keer een moment belangrijk kan zijn met een goal, dan is dat wel leuk. Vandaag was je belangrijk, een van de betere spelers aan de kant van Rijnburgse Boys. Ja, volgende week, dan moet het gebeuren in Scheveningen. En ik denk dat er is maar 1 speler die zo gebrand is om te winnen en dat ben jij. Ja, zeker. Het is mijn oude club en ik heb er 4 mooie jaren gehad. Dan is het des te mooier om daar te winnen, zeg maar. Ik spreek nog geregeld een hoop jongens daar. En ik kan alleen maar een lange neus trekken door de 3 punten daar weg te halen. Rijnsburg heeft in de topklasse daar hele slechte wedstrijden gespeeld, maar 1 keertje gewonnen. Dat was toevallig vorig jaar. Waarom heeft Rijnsburgse Boys het altijd zo lastig tegen Scheveningen? Ja, ik weet niet hoe dat in het verleden is geweest hier. Was er toch bij? Ja, dat is zeker waar. Maar ja, ik weet gewoon dat Scheveningen altijd een stugge ploeg is. Wij waren altijd stug, zakten veel in en speelden vanuit de counter. Daar moeten we volgende week voor waken. Maar wat ik zeg, het is een lastig bespeelbaar veld. Een stugge ploeg, compact, dicht op elkaar. Maar als wij van onze eigen kwaliteiten uitgaan, dan zie ik het wel positief in. Ten slotte, vorige week was het helemaal top natuurlijk. En ook na afloop met de supporters. Is het dan allemaal wat minder deze week? Of zeg je van, joh, dat hoort erbij. En dan zijn de 3 punten en de eerste plek of toppositie in de tweede periode vandaag gewoon het belangrijkste geweest? Ja, zeker. Je weet dat na zo'n derby het gewoon een feest is. Vooral in de kantine met de supporters. We waren daar met z'n allen ook aanwezig. Dat is heel leuk. En dat het dan nu iets minder is, qua bezoekersaantallen misschien. Of qua feest na afloop. Ja. Dat is normaal. En, we hebben 3 punten, dat is het belangrijkste. En we gaan met een lekker gevoel naar Oudrust. Volgende week nummer 3 in de rij. Ja, het zou lekker zijn. Qua goal? Ja, nou, qua overwinningen natuurlijk. Oké, okay, overwinning teken ik voor. Ja.